Want jij doet ook veel assisten, veel goals nu. Dit seizoen wel, ja. Ja, hè? Zo. Hoe kan dat? Ja. Hoe kan dat? Laatste seizoen ook, hè? Gretig, man. Laatste seizoen. Gretig ook, man. Ja, gretig, laatste seizoen bij Ajax. Dan even laten zien, transfervrij. Ik ben water aan het drinken. Yo, kom eraan, man. Zie je zo. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl. Knappe jongen! Knappe jongen! Hey jongen! Andy. Hoe is het, man? Ja, rustig, man, met jou. Goed. Heb je een nieuwe shirtje voor me? Ja, toch. Die ja, nieuwe? Die is een Bob Marley voor je, man. Oh, die heb er ook niet om gevraagd. Die is wel erg, man. Dan ga ik hem juist geven voor je. Top. Doe maar even tekenen. Ja, toch? Even checken, hè? Hey, woon je hier voor je plezier of verplicht? Hoe bedoel je verplicht? Jezus Christus, man. Dat was die ding, hè? Het is gewoon centrum van Alfa aan de Rijn, man. Woon jij hier? Ja, man. Alleen? Nee, niet meer. Heb je vrouw? Ja, man. Meen je niet? Dat had ik nooit verwacht, man. Hoezo niet? Ik denk, hij ligt altijd bij Hakim op de kamer. Nee, joh, Hakim is al lang weg. Dus ik moest die stap even maken, weet je. Oh, wat een gek. Kunnen hier achteruit, hè? Ja, man. Dit is het echt centrum, hè? Nee, toch? Ja, toch. Als je hier doorheen rijdt, dan krijg je boete, man. Weet je niet? Ja, joh. Bijna kind eronder, even wachten. Ja, want het is wel heel erg mooi, hè, hier. Vind je? Hey, waar kom jij zelf eigenlijk vandaan? Arnhem, toch? Huh? Arnhem. Dan mag je hier helemaal niet over praten, of zo. Oh, wat is wel... Kijk, als Arnhem... je uit Amsterdam komt, dan begrijp ik het. Dan kan je zeggen van, ja, ze rustig hier, zo. Nee, nee, maar Alfa aan de Rijn, dan, hier komt die slap ook vandaan, hè? Welke? Weet je, die Heidegger. Johnny, ja, man. Zo. Hij woont bij de... Vind je het gek dat hij altijd zagrijnig is? Vind je het gek dat hij altijd zagrijnig is? Ik ben gewoon Alfa aan de Rijn aan het beschouwen, ja. Oh. Alfa aan de Rijn zit in mijn hart. Ja, hoe kan dat dan? Gewoon hier geboren, alles in de... Ja, geboren, getogen, alles. Oké. Vrienden zijn hier, ouders hier, alles hier, familie is hier. Dus je hebt alles hier. Zeg maar, toen ik wegging bij mijn ouders... Ging ik eerst kijken in Amsterdam, man. Maar ik kreeg nooit, je weet toch wat ze zeggen, als je een huis binnenkomt moet je die gevoel krijgen van ja, dit is mijn huis. Geen één keer gekregen in Amsterdam, man. Vroeger had je dat niet s'nachts, toch? Wat hè? Als je een huis binnenkwam, vroeger? Wat hè? Nee, man. Dat had je ook niet. Was een ander verhaal. Ja, nee, maar dat had je dus niet, dat had je niet in Amsterdam. Nee, absoluut niet. Denk van, ik koop daar een mooi grachtenpandje of zo. Toen ging ik gewoon hier kijken. Ja. Bij het eerste beste huis had ik gewoon gelijk die gevoel, man. Van ja, man. Oké, en hoe lang woon je hier nu dan? Hier al? Ja, die nieuwe huis? Nu half jaar, man. Richting half jaar. Oh, is nog vers, man. Is nog vers, ja, man. Oh, dus je wil nog niet weg daar ook? Nee, hoezo? Zo moet ik daar nu al weg, man. Nee, man. Waar ga je nu naartoe? Ik wist natuurlijk al dat je hiermee zou worden. Dus wat? Ja, maak maar af. Nee. Waar moet ik naartoe dan? Nee, ik denk van ja, hij gaat. Weet ik veel. Waar moet ik naartoe dan? Londen, Parijs, weet ik veel. Ja, we hebben het nou wel gezien hier. Weet je hoe lang het geleden is dat wij in een auto hebben gezeten? Zo, toen was ik. Kwam jij net in bij het eerste? Hoe lang is dat? Ja, dat is drie, vier jaar geleden bijna. 3,5 jaar geleden, man. Ja, 3,5 jaar. Ja, tijd gaat snel, hè? Zo. Veel dingen gebeuren, jongen. Zo. Oh. Wat is het mooiste wat er gebeurd is in al die tijd? Wat de hoogtepunt? In tussentijd. Ja, man. Ja, toen was... Dat was die... Dat, als je wil. Ja, thanks, man. Nee, dat was die... was dat in die gekke seizoen dat we halffinale hadden? Ja, toch? Ik had je daarvoor al in de auto gehad. Ja, toch? Niet normaal, ja, daarvoor. Met die Real Madrid bal uit. Ja, man. Echt, dat zijn gekke hoogtepunten geweest tot die tijd. Tot nu, zeg maar. Wauw. Ja, mooi hè? Ja, man. Nu veel dingen beleefd. Dit seizoen zijn we weer bezig. Oh, dit is goed. Ja, man. Dat moet ook. Ja, man. Wisten niet meer hoe of wat, hè? Die gasten waren blij dat het afgelopen was, volgens mij. Ja, dat is toch ziek.
En niet normaal, hè? Ja, is toch ziek. Is toch, dat is echt heerlijk, man. Het is gewoon hetzelfde gevoel, een beetje als dat jaar, man. Ja, hè? Ja, man. Gewoon die gevoel van, je kan gekke dingen bereiken. Maar dat hadden we al van het begin een beetje. Ja. Van dat gevoel dat van we kunnen met dit team, zeg maar, kunnen we mooie dingen bereiken. Ja. Hoe kan dat dan? Is dat een gevoel of is dat dan door het trainen? Op een gegeven moment gaat het zo lopen, weet je, dan automatisme, alles is er, zeg maar, de plezier, alles, zeg maar. Dus je weet toch, het hele plaatje wat je dat seizoen ook had, dat voelde, is nu weer. Ja, dat voelde je dit seizoen ook. Natuurlijk begonnen we slecht met die pak slagen tegen PSV. Ja, maar ja, waren net alleen begonnen. Ja, dat was het. Dus toen iedereen fit werd en zeg maar alles erop en eraan, toen kregen we al dat gevoel van hey, we kunnen wel gekke dingen doen dit seizoen, man. Mooi, hè? En dan spelen we uiteindelijk en dan eerste wedstrijd gelijk 5-1 uit Sporting. Nederlandse teams tegen Portugese teams is altijd moeilijk, altijd. Dus toen, een beetje hetzelfde, man. Ja, dat gevoel. Snap je? Hey, hoe communiceer je met Anthony? Gewoon met voeten, een beetje zo. Ja, hè? Handen praten. Ja, kan. Dat voel ik gewoon aan. Het is niet top, zeg maar. Nee. Nou, hij begrijpt het wel een klein beetje. Maar voor de rest gewoon echt met gebaren, man. Ja. Gebaren en voeten spreken, man. Ja, zo had ik dat ook met Trabelsi doen. Die sprak alleen Frans. Ik sprak geen Frans. Ja. Ze was ook zo. Dat is ook gewoon, een gegeven moment. Als ik ballen heb, ga jij even of kom weer in de bal of gewoon. Ja, maar zo gaat het met hem. Maar hij is wel lekker spelen met hem, of niet? Ja, top spelen, man. Jij kan ook, hij kan naar binnen, jij kan er overheen. Ja toch. We voelen elkaar goed aan, man. Ja. Zeg maar, op een gegeven moment hoef je niet eens meer te praten, zeg maar. Nee, dat weet we dat je ooit hebben gedaan van, hey, luister, nou, als ik naar binnen ren, ga jij naar buiten. Het is gewoon, op een gegeven moment voel je die klik. Die klik was er sowieso al een beetje vanaf het begin al. Ja. En die is alleen maar meer uitgebreid, man. Mooi, toch? Dus nu is het gewoon, als ik binnen ren, weet ik precies, hij is aan de buitenkant. Of als ik open draai, weet ik precies, hij gaat of diep nu, of hij wil die bal in zijn voeten. Ja, ja, en hij ja. weet dat ook van mij, zeg maar. Mooi, man. Ja, man. Ja, mooie dingen. Het is mooi om naar te kijken. Want jij doet ook veel assisten, veel goals nu. Dit seizoen wel, ja. Ja, hè? Ja. Hoe kan dat? Ja. Hoe kan dat? Laatste seizoen ook, hè? Gretig, man. Laatste seizoen. Gretig ook, man. Ja, gretig, laatste seizoen bij Ajax. Dat even laten zien. Transfervrij. Ik ben water aan het drinken. Je hoorde niet wat ik zei, hè? Nee, je hoorde niet wat ik zei. Maar wanneer ga je bijtekenen dan? En ik zeg jou eerlijk, zeg maar, we zijn nu nog, je weet toch, echt bezig met die proces, met praten. Ja, onderhandelen. Het onderhandelen, zeg maar. Dat is nu echt vol aan de gang. Oké. Okay. Dus en we moeten kijken man, wat eruit komt. Je weet, iedereen is niet dom natuurlijk. Jij bent ook niet dom. Nee. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt. Ja, tuurlijk. Zou je wel een transfer al willen maken nu? Of zou je nog wel even willen blijven? Nou ja, kijk, ik zit nu al 17 jaar bij Ajax. Ja. Dus ik ben 23, word 24. Dus op een gegeven moment ga je wel een beetje. Krijg je wel het gevoel van hé. Hey, ja. Ik wil wel een stap maken, snap je? Ja. Maar dat is niet zeg maar dat ik wil zeggen van het moet dit seizoen, maar het moet ook niet langer dan 2 jaar. Nee, gaan duren, nee. Je kan nog gewoon. Als je nu tekent voor 2 miljoen per jaar of zo. En dan volgend jaar, of het seizoen daarna, maak je een dik transfer. Dat kan, man. Ik sta daar wel open voor. Dat heb ik ook, gezegd tegen Mark. En heb ik ook. Ik ben daar wel heel eerlijk in. Hoe gaat dat bij jou? Geen god maar ook! Ja, maar zo praat hij. Ja. Hier, wat rijdt dat? Dit ligt dicht bij Rotterdam, nee, hè, eigenlijk? Nee, dit is gewoon het centrum, letterlijk in het midden van alles. Oh, meen je? Hier is Alphen, hier is Amsterdam, hier is Rotterdam, hier is Den Haag. Ja? Utrecht is ook. Ja, dichtbij, ja. Het is overal, zeg maar, middenpunt. Oh, dan zit je wel lekker zo. Ja, stop, man. Heb je een huis gekocht of een appartement? Appartement gekocht, man. Grote? Oh, gewoon stabiel. Stabiel? Stabiel, ja. Gewoon waarin je kan leven. Ja. Geen penthouse. Waarom niet? Nee, volgens mij heb je niet eens penthouse. Nee, heb je niet, hè? Nee, heb je niet. Nee, broertjes? Je hebt broertjes, hè? Toch twee? Nee, ik heb 1 broertje, 1 zusje, man. Huh? Hoe kom je nee, je niet? Ik 2 broertjes heb, hè? Oh, dat zie je, ze liggen alles, jongen. Nee, ik had gelezen dat je 2 broertjes, 2 jongere broertjes had. Ik weet niet, je hebt scheef gelezen. Maar heeft hij... Was het dronken? Ja, waarschijnlijk wel. Je had in de weekend zaterdagavond gelezen. Die voetbalt ook?
Die ene? Broertje? Ja? Alpha, bij Alpha open af, open af. Niet zo goed als jij? Nou, hij is wel talentje, man. Alleen, meen je? Hij was talentje, alleen... Niet zo serieus of zo? Nee, precies. Mm. Hey, precies. Kinderen, wanneer ben je beginnen te oefenen al? Nee, man. Ik ben 23 pas, man. Is jong, hè? Ja, toch. Wanneer ben jij begonnen met kinderen? Ja, ben jij wel vroeger? Oh, ik moet even... Wanneer was je eerst? Nee, ik was eerst 23 ook. 23? Ja. Ja, dat is vroeg, man. Ja, dat is vroeg. Maar ik wilde al heel vroeg kinderen, man. Ik wil ook wel vroeg kinderen, maar 23 nog niet. Nee? Ja, tjof 2 zo. Je hebt ja, rustig aan, man. 25 zo. Ja. 25. Ja, het is een mooie leeftijd. Ja, toch? Ja, dan heb je alles wel een beetje gezien, ja, zo. Heb je alles een beetje gezien. Dan heb je zelf, zeg maar, helemaal gesetteld. Hoe ik dan tegen die tijd. Heb je een Nederlandse vrouw of Marokkaanse vrouw? Marokkaanse vrouw. Oké. Okay. Niet uit Marokko zelf, maar... Nee. Gewoon uit Nederland. Ja, toch. Ja. Niet uit de... Ja, ik ben je al voor. Want nee! Ik wou zeggen uit de bergen zo. Ja, daarom, ik ben je al voor. Nee, jongen. Gewoon, leuk. Dan gaan we Marokkaanse roots erin houden. Ja, man. Mooi. Ja, maar gewoon hetzelfde cultuur. Hoe zit het met die Halalovic? Die. Wat is met. Die trainer die een dag bij Paris Saint-Germain heeft gespeeld. Wat is er met hem? Ik weet het ook. Gek, jongen. Ja. Waarom speel je niet? Waarom hak je hem ook niet? Waarom zit je niet? Is toch raar? Bro, ik zeg jou eerlijk. Zeg maar eerlijk. Weet je goed. Niet zoals tegen VI en ESPN. Nee. Daarom, ik zeg jou eerlijk, gaat gewoon die verhaal eruit. Ja. Het was gewoon, ik denk vorig jaar was er een akkefietje gebeurd. Ja. Zeg maar, was in die corona-periode. Ja. Ajax liet me niet gaan. Marokko wou dat ik kwam, omdat ze alles goed hadden geregeld. 1,5 meter, mondkapje, wat allemaal. Ajax wou me niet laten gaan, oké. Eindstand gingen ze zeiden van je moet komen. Hadden ze zelfs Ajax een brief gestuurd, mail gestuurd met, je weet toch wat ze kunnen doen, zeg maar. Als je niet komt dagen, dan kunnen ze je soort van schorsen, snap je? Dus toen eindstand zei Ajax, weet je wat, ga maar, na 3-4 dagen, dus ik was 3-4 dagen te laat. Oké, dus nu ging ik. Ik zou eigenlijk 4 dagen vrij hebben, dus ik was al aan het kijken wat zou ik gaan doen. Dus nu, ik was al zeg maar ook boos van... na 4 dagen pas, dus ik zou nu 4 dagen vrij zijn, maar nu moest ik naar Marokko gaan. Dus ik ging al plannen, wat zou ik die 4 dagen gaan doen, waar ga ik naartoe, eventjes relaxen. Oké, werd hem niet. Ik ging naar Marokko, toen kwam ik daar aan, trainer was geïrriteerd, maar dat wist ik niet. Nee. Dus die training, zeg maar, ik train, was een beetje warm. Was om de 5 minuten hadden we drinkpauze. Op een gegeven moment, zeg maar, om de 5 minuten, je weet hoe dat is, en om de 5 minuten de hele dag training stilleggen, had ik geen zin in, snap je? Dus op een gegeven moment, ik had geen dorst ook meer, dus ik ging niet drinken. Toen kwam de bondscoach, zei hij van, je moet drinken. Ik zeg, wat bedoel je, ik moet drinken? Ik heb geen dorst, coach. Gewoon heel netjes, man. Ik zeg, ik heb geen dorst, man, dankjewel. Hij zegt, nee, je moet drinken. Ik zeg, nee, ik heb geen dorst. Hij zegt, nee, je moet drinken. Toen dacht ik bij mezelf, gaat je dwingen om te drinken? Snap je, dwingen om te drinken, dat slaat ook nergens op. Dus ik zeg, nee, ik wil geen drinken. Je weet toch, het werd zeg maar van heel netjes naast deze agressieve. Ja. Dus toen wat deed onze captain, hij wou zeg maar sussen. Hij gooit een waterflesje naar mij toe. Yeah. Ik pak die waterflesje op, ik open hem. Ik doe zo, je weet toch, een beetje op de grond zo gooien. Ik doe weer waterflesje dicht, ik gooi hem weg van, ik wil gewoon geen drinken. Dat irriteerde de trainer, stuurde mij naar binnen. Dat was zeg maar het begin van deze hele gezeik. Ja. Nee, niet. Dus geen moeilijk doen om een slokje om te water. Zeg maar. Daar is het een beetje begonnen. Uiteindelijk hadden we het. Ik was boos, hij was boos. Toen zei ik: hey, luister dan, ik ben toch nog gekomen na 3-4 dagen. Stuur mij gelijk weg bij eerste training. Wat doe ik hier dan? Ja. Laat me dan gewoon, je weet toch, gewoon gelijk naar huis gaan. Toen hadden we een gesprek daarna, hadden we het uitgesproken. Voor mijn gevoel had ik het dan uitgesproken met hem. Yeah. Maar blijkbaar zat het hem nog dwars, man. Want vanaf dat moment was ik nog 1 keer opgeroepen en daarna niet meer. Oké. Dus had je 1 keer nog opgeroepen? Hadden we daarna nog 1 keer opgeroepen. En er was nog meer? Dat was het, man. Nee. Links. Nee, man. Raar toch? Ik was geblesseerd aan mijn oog, waardoor ik niet kon komen. Oh ja, wat? Ja, toch? Dat was trauma. Wat was dat? Daar is een wedstrijd, toch? Ja, man. Heracles uit. Wat gebeurde? Ja, daarom was je ziek van de week. Nee, ik was gewoon echt ziek, man. En dan krijg je... Ik krijg weer een klap. Ik heb ook voorzet gewoon.
Oh, wat mooi. Wat was het met het oog dan? Met mijn oog, bro, ik kreeg, was die dag, was vorig seizoen. Ken je die dag, de koudste dag van de hele jaar. Dat het was volgens mij gevoelstemperatuur min 15. Ja. Moesten wij een wedstrijd spelen, Heracles uit. Dus het was fucking koud. Ik speelde met panty, ik speelde volgens mij echt een slechte wedstrijd. Ja. Tweede helft, ik krijg op. Het was gewoon een doodnormale voorzet. Ik draai een beetje weg, maar hij komt zo, hij schaaft langs mijn oog. Ja. Yeah. Ik denk, niks aan de hand, je weet toch, ga ik een bal een beetje tegen je oog. Je hebt eventjes die, die zwarte stip en zo, ik doe een paar keer zo en dan gaat hij weg. Maar ging niet weg, man. Dus nu, ik bleef liggen, werd ik opeens, ik schrok gewoon, man. Ik zei, hey, je weet toch, ik schreeuw naar de zijkant, ik zeg, hey, mijn oog. De dokter komt zo aan, hij zegt, wat is er? Ik zeg, ja, mijn oog. Hij zegt, ja, hoe bedoel je oog? Ik zeg, ik zie niks, man. Nee. Het ging niet weg. Nee. Ja, bro, dat was wel even time, man. Ja. En hoe lang bleef dat? Een paar weken of zo? Nee, bro. Ik kon 6 weken lang. Mocht je niks doen. Mocht je niet trainen ook, hè? 6 weken lang gewoon op de bank liggen was het, man. Pachen? Nou ja, zelfs dat mocht niet, man. Zelfs poepen mocht niet, bro. Ik moest oppassen daarmee. Ja? Ik moest zeg maar met alles wat druk op mijn hoofd zou brengen. Ah, die... ja, als je dat doet, alles wat je druk op je hoofd moest brengen. Je moet schijten zo. Nee, man, mocht ik niet schijten? Ja, ik mocht wel schijten, maar gewoon echt niet. Had je dingen genomen, die direct? Als je zeg maar, je weet toch, het gaat moeilijk zeg maar, ik mocht niet zeg maar, even aanzetten, mocht niet, man. Ik moest ontspannen zitten daar. Hé, hey, ben je te kijken geweest toch? Wat hè? Turkije ben je ook geweest toch? Nee man, Turkije is naar mij toe gekomen. Echt? Man. Ja man. Heb je hier gedaan? Ja man. Wel mooi hè? Ja toch? Ja, zeker. Ziet er goed uit. Ja, echt wel. Ik was ook uitgenodigd, maar ik had geen zin. Ik heb gewoon getatoeëerd. Hoe bedoel je, was uitgenodigd? Om daar de haren te doen. Ja. Maar ik heb al. Bro. Kijk. Weet je wat die ding is? Poh, ik heb gewoon haar. Ja. Maar ik heb hier de rest. Maar je moet hier goed genoeg haar hebben. Ja, dat had ik ook. Zijkant. Ja. Had je geen sleeves daar? Slietjes? Ja toch slietjes vroeger. Ook aan de zijkant. Als het regende. Hè? Nee, ik had een heel dun haar. Ja, ik zie het bij Ajax al. Maar de regen, ja, Italië zo, ik expres een bandje in. Mm-hmm. Blip, hoopte ik dat de kam neemt of zo. Ik heb gewoon een bandje met die kam. Wat een schande! Oh, wat een schande, hè? Is dat niet normaal? Nee, maar bij jou is wel mooi gelukt. Mag ik ze aanraken? Ja, toch. Het is wel stevig, man. Ja, toch? Hebben ze bal aangebruikt? Nee, man. Borsthaar. Kloot. Je hebt nou echt. Ik kom als een lul nu. Nee, man. Ik krijg gewoon een afroetje, hoor. Dat is wel mooi. Nee, maar is het nu. Zat je daar wel mee? Dat je kaal werd? Werd je kaal dan? Maar zelfvertrouwen zo. Ja, ik weet het. Nee, maar ik vond gewoon. Ik was 23, ik begon kaal te worden aan de voorkant. Nee, ik was 22 zelfs. Kaal aan de voorkant. En die is fucked up, hè. Hey, Hakim ook nog. Hakim en de rest toch? Wat is die foto? Die had toch een post? Wat dan? Mijn foto? Met die. Oh, als ze reageert dan? Ja. Tegenleid, hè? Met die foto dat ik helemaal kaal was. Ja. Ik was even via tweelingbroer. Want dat is toch geweldig? Dat is toch voetbalhumor? Dat hoort toch ook gewoon? Ja, jij zou dat ook doen bij anderen? Ja, tuurlijk. En ik kan er zelf ook om lachen. Ja, ja. Ik kan er zelf ook om lachen. Mooi, hè? Nee, die DRS ook, want die lachen heel poppetjes hoor. Ja, poppetjes gaan daar, ja. Kent die DRS al een beetje Engels of nog steeds niet? Ja, ja. Hij spreekt goed Engels. Ja? Ja, man. Nee, hey. Ja, man. Huh? Hij spreekt echt goed Engels. Wil ik hem wel een keer in de auto hebben? Ja, man. Kan je niet regelen voor mij? Ja, toch? Ik ga hem vragen, man. Ja, vraag hem. Je zegt Andy van de meiden. Rechtsbuiten ook van vroeger. Doe me eens facetimen. Kijk wat hij zegt. Hij zegt, ik heb met Adriano gevoetbald bij Inter. Dan komt hij zeker, het is Brazilia. Ja, toch. Vrouw hoeren met hem. Hij is toch niet stoned, wel? Nee, hij is nuchter. Hij is even nachtvrij. Hoe heet die, Bom? Ja, ik noem hem Bom, man. Te pitten. Ja, ik weet niet wat hij aan het doen is. Mooie vent, hè? Hij is topgozer. Goede speler ook. Echt een topgozer, goede speler ook. Hey, Bombo. Hey, Bombo. Ja, Bombo. How are you, Bombo? I'm fine.
Me too, I'm so shit. I'm also with shit guy. David, how are you, man? My guy, I'm bad. How are you? In bed, you're in bed. You need to go to bed. I feel bad, I'm not in bed. Oh, you feel bad? Why? Yeah. But life's good, Bombo. Yeah, but life's good. But life's good. Yeah. Hey, you come one time in my car. He wants you in your car, in his car, Bombo. For what? For, you know, this, you see the cameras, and then he's gonna talk with you, only talking shit. Yeah, talk, only make fun. Only talk not serious shit. Only talk not shit. ESPN, just normal. You were doing this, though? Yes. His second time. He likes me very much. He likes me too much, he asks me the whole time. Bobo, I speak to you later. Speak to you later, man. Okay, bye bye. Ciao, Bobo. Enjoy your interview. Yes, thank you, Bobo. Hey. Ciao. Ja, spreek goed Engels, man. Ja, ik zeg het. Dat had ik niet verwacht. Ik denk van die. Nee, maar hij spreekt top Engels gewoon, man. Ja. Weet je, Wamberto hadden wij vroeger. Die sprak gewoon Nederlands ook. Wie? Wamberto, ken je die nog? Wamberto. Ja. Wamberto? Ja, hij speelt op een eerste. Wampi. Ja, zijn naam komt mij wel bekend. Ja, volgens mij links hier, moet ik links? Nee, oh, je gaat weer terug. Oh, je moet zijn terug. We klaar, joh. 10 minuutjes is sterk, man. Nee, man, we zijn 20 minuten. Maar je doet echt veel, man. Wat bedoel je? Je doet dit. Je doet met je vrouw. Je doet. Kijk je ook dan? Huh? Kijk, zie je, natuurlijk hou ik je in de gaten, man. Ah, lief, man. Dat is wel mooi. Dat is een mooie reclame. Dat je ook goed kijkt. Ja, toch? Ja, toch? Ja. Dus ik, en die Melissa die wordt, ja, die is net pas een paar weken weer, sinds een paar weken. Mm-hmm. Die Crips doe ik ook nog. Ken je die? Crypt? Crips, zo'n soort MTV Crips. MTV Crips? Met die voetballers. Oh ja, dat doe je ook, ja, dat doe je ook. Ik zie, je bent ook kaart aan het trainen. Waarom als ik dat zeg, moet je gelijk je buik in doen? Nee, maar, ja, weet je wat het is? Zeg maar, ik zei het, ik keek naar je buik en ik dacht gelijk van dik zo eventjes. Zemmel, weet je wat het is? Ik train veel, hè? Ja, ik zie het. Ja, maar ik train om te eten. Je traint om te eten? Om te kunnen eten. Hoe bedoel je? Kijk, als ik ga eten alleen, ik train niet, word ik zo dik. Ja. Dus ik moet wel trainen, want ik wil niet zo dik worden. Of ben ik wel zo dik al? Nee. Nee, toch? Nee, is gewoon stabiel, man. Ja, als je zo doet, zeker. Nee, maar is het. Nee, was het goed? Ja, toch? Wat is dat voor reden dan? Je traint om te eten. Ja, te kunnen eten, dan hoef ik niet. Kijk, ik wil niet zo dik zijn als Wesley of zo, of Theo Jansen, die hebben zo'n pens. Ja, dat wil ik echt niet. Ik wil gewoon wel kunnen genieten, maar niet. Je traint om te eten. Is de eerste keer in mijn leven dat ik dat hoor. Ja, hè? Jij kan eten wat je wilt, of niet? Begrijp je. Een vriend, spring aan. Ja. Ik kan echt eten wat ik wil, man. Ja, hè? Ik eet veel, Andy. Ik eet echt veel, man. Hebben jullie niet zo'n. Wat je allemaal moet eten en zo? Zo'n schema van Ajax? Jawel, we hebben zo'n diëtist, alleen. Kom weer met rare dingen af en toe, man. Ja? Quinoa. Oh, quinoa noten. Eet je dat? Nee, man. Dus ik ken het wel, ik heb het wel eens van gehoord, maar. Quinoa. Zeg maar, ik zeg tegen hem van luister, geef mij gewoon een normale schema die gewoon haalbaar is. Ja. Niet geen quinoa en wat voor, weet ik, voor gekke noten. Weet ik veel wat voor bars en dat soort dingen. Heb je dan ook het aantal, dat moet op gewicht en zo? Nee. Oh. Dat is niet zo overdreven, zeg maar. Hij weet dat ik bij jou in de auto zit, gaat hij gelijk. Ga door. Ik vind dat wel interessant. Vroeger kregen wij gewoon bij IJs broodje frikandellen één keer in de week. Ja? Ja, tuurlijk, man. Nee, man, nu is helemaal niet meer zo, man. Nee, hè? We hebben niet eens meer chocopasta, niks, man. Meen je niet? Geen normale pindakaas meer. Geen normale jam, bro, alles is gewoon natuurlijk en weet ik veel wat allemaal. En heb je ook. Maar het is wel goed, man, ik zeg je eerlijk. Ik ben gewoon dit seizoen ben ik echt veel bezig met mijn. Oh, je met bent bezig? Ja, man. Ja, met die voeding, ja. Dus je weet toch, ik ben wel gewoon eerlijk. Het is niet altijd lekker, het is niet altijd leuk, maar ik voel wel van. Het levert wel wat op, snap je? Verschil, dus ja, het is man. Echt verschil. Ja, qua conditioneel, hoe je voelt. Ja, man, qua fitter en zo. Ja. Je ziet ook dit seizoen, ik ren gewoon aan die zijkant 12 kilometer in de wedstrijd, man. Je blijft gewoon doorgaan, ja, man. Dat heb ik nooit gehad, man. Is het ook dat je extra traint, of doe je dat niet, of is dat gewoon puur. Het is gewoon alles bij elkaar, man. Yeah. Dus die voeding, die kracht,
de trainingen gewoon zelf. Het is gewoon toch net die paar procentjes, weet je. Ja, dat scheelt echt, hè? Ja, echt waar. Vroeger, man. Misschien dacht jij dat ook, want ik dacht, ah, maar bullshit, weet je wel. Precies, precies. Ja. Dat dacht ik ook. En nu is het gewoon... Nu is het gewoon van, hey, het is toch wel die kleine 1-2%. Het is niet veel, maar het is in voetballerij is wel veel. Toch wel die, ja. Weet toch, die verschil van of je geeft de assist of je maakt de goal of je mist of je schiet naast of... Ja. Snap je? Hoeveel assist heb je nu, dit seizoen? 6? Nee man, minder. Ik heb meer goals dan assisten, man. Meen je? Ja man. Ik heb volgens mij 3-4 assisten. En 4-5 goals. Netjes hè, voor rechtsback. Maar jullie spelen. Toch? Maar jij speelt... Als je dit over een hele seizoen zegt, rechtsback, 4 assisten, 5 goals. Dat is toch wel... Dat is niet normaal. En we zijn pas bezig. Ja. De meeste, we zijn niet meer pas bezig, maar die gevoel heb ik nog steeds. Ja, dus het is nog vrij kort hoor. Ja, het is nog vroeg. Maar... Ik weet niet hoe ze spelen, maar jij is bijna gewoon rechtsbuiten, omdat je altijd balbezit hebt, toch? Ja, man. En wat was het nou? Wat speel je nou rechts? Want je komt heel veel binnen ook, hè? Of ik is het ook een beetje spits, soms middenveld, soms rechtsbuiten. Gewoon overal, man. Niet normaal, hè? En al die balletjes tussendoor. Ik zorg, ja toch. Dat is zeg maar het vieze van onze tactiek is... Steekbal. Nee, je weet niet waar we staan, zeg maar. Ja, ja, ja. We kunnen overal staan. Bijvoorbeeld Anthony kan ook naar binnen eventjes als team fungeren. Steven kan even naar rechts als rechtsbuiten spelen. Ja. Ik kan van rechtsback naar tweede spits bijvoorbeeld. Ja. Weet je? Het is zoveel beweging dat het is moeilijk te verdedigen, man. Ja, want dat is gewoon... Je hebt deze uitgekocht? Of? Nee, natuurlijk, ik heb geen geld. Nee, maar luister, dat is dus... Dat dacht ik ook. Ja, dat is dus... want ze moet, de tegenstander moet heel snel gaan coachen, want jij neemt hem, neem hem over. Nee, is onmogelijk. Ja, hè? Door die beweging. Ja, man. En wat trainen jullie nu echt? Moet je hierachter? Ja, hè? Ja, man. Wat trainen jullie nou echt vaak op? Positiespel of? Nee, dit is een fietspad. Rijd rechtdoor, rotonde. Keren. Fietspad? Rotonde? Ja, man. Is dit fietspad? Nee, wel fietspad pakken. Oh, nee. Rustig aan. Ik breng je nog niet. Heb je haast? Nee, ik heb geen haast, man. Maar wat wij zeggen, training... Ja, waar trainen jullie voor op Ajax? Is dat positiespel? Waar is Den Haag echt goed in? We doen positiespel, veel tactisch ook. Ja, hè? Ja, wel veel tactisch, man. Veel 11 tegen 11 ook? Wel. We doen wel veel met hem, man. Oké. Okay. Maar ook, zeg maar, gewoon niet specifiek 11 tegen 11, maar wel trainingsvormen. Bijvoorbeeld een kleine positiespel daar en als de bal wordt afgepakt dat we gelijk van kant naar kant wisselen, weet je. Dus dat we dan, je weet toch, heel snel de keuzes kunnen maken, zeg maar. We trainen opbouwen, we trainen verdedigen, we trainen zelfs om counter te spelen, zeg maar. Ja. Ja, counter, het is meer van als we bal winnen en dan, je weet toch, dat we zo snel mogelijk movement is ook weer. Ja, dat zie je ook veel, druk op de bal, hè? Zeg maar. Na balverlies, gelijk druk op de bal. Ja, toch. Dat we niet alleen kunnen scoren uit het balbezit zelfs, maar ook als we bal, je weet toch, bal winnen en dat we gewoon in 1-2 seconden gelijk naar het doel gaan. Ja. Hey, en maar waar zou je dan, als je dan kon kiezen naar een land, waar zou je dan heen willen? Naar de regen, Engeland? Moeilijk, man. Nee. Of Spanje? Het heeft te maken een beetje met... Ik heb er wel een beetje over nagedacht, man. Yeah. Club sowieso, sportief. Je weet toch, hele plaatje financieel. Yeah. Ligt daar niet over. Tuurlijk, nee, dat is belangrijk. Geen ene speler gaat voor gratis water en brood nee, spelen. Nee, natuurlijk niet. Snap je? Tuurlijk, nee, dat maakt ook niet uit. Gewoon echt een hele plaatje, man. Yeah. En ook een beetje gewoon die gevoel gewoon. Dat je die gevoel daar wel moet hebben, weet je. Ja. Dat als je die club hoort en je praat met die mensen bijvoorbeeld. Dat je denkt bij jezelf van, ja man, ik zie mezelf echt hier spelen. Maar het is wel kut door het buitenland. Ik vind het moeilijk, man. Ik heb er heel goed over nagedacht, maar dat is ook waarom ik zeg, ik sta open voor bijtekenis. Omdat, je weet toch, ik speel 17 jaar al hier, hoor. Ja. Ik ken niks anders dan Ajax, man. Ja, maar ik ken niks anders, maar ik weet wel van, hey, na 17 jaar is het toch wel even een momentje om 18 jaar. Het is ook wel, kijk, het is wel leuk en zo, ander land, het in het geld en zo, maar kijk naar Donnie. Begrijp je ook. Weet je? Dat speelt ook in de achterhoofd, man. Het plezier in dat je kwijtraakt van elke week voetballen. Ja, dat je weet, ik heb een basisplek, verdien lekker geld, ik speel voor volle stadions. Ja, man. In één keer zit je op de bank en zit je zo'n wedstrijdje te kijken, maar ga je alleen trainen. Ja, en dan? Man.
Ja, dat maakt ook niet gelukkig. Nee, dat jongen. Bijvoorbeeld. Dan kan je beter... Dat maakt niet uit wat je verdient. Nee. Dat interesseert je op dat moment vrij weinig. Klopt, man. Dan kan je toch lekker bij IJs pak je 2 miljoen per jaar? Ja, precies wat je teken zei. Teken je 5 jaar bij? Zo, nee. Heb je 10 20 miljoen? 20 jaar bij tekenen beter, man. Huh? 5 jaar is lang, Andy. Heb je 10 miljoen? Wat is dat? En die gewoon. Als er een club komt, die clausule erin of zo. Van als die club komt, dan waar jij graag wil spelen. Ja, ik sta open voor, maar ik wil Amsterdam verlaten als een held, het liefst. Ja, man. Ja, dat moet je ook doen. Ja, dat wil dat ik moet, het liefst, daar moet je bijtekenen. Dat wil ik het liefst, ja. Ja, had je bijtekenen. Dat bel Mark even. Hij woont bij mij achter, hè? Ja, doe even aankloppen. Zeg helemaal die. Masharawi, makapotte ziek je ziet. Dat gun een beetje, man. En wat ga je doen dan straks? Wat ga je doen? Een groot familie, hè? Ga je bankje liggen? Nu? Ja, toch. Even is je vrouw thuis? Nee, man. Werkje? Oh, school nog? Oh, blijf. Studeren, alles erop en eraan, hè? Ja, toch. Heb je ook lekker vrij? Ja, toch. Ja, top. Gewoon eventjes een bankje liggen, even kijken wat het lunch valt. En boy, je mag mee naar binnen als je wil. Ik wil wel een keer opnemen bij jou. Ja? Wil ik een keer opnemen? Ja, toch. Prima, crips. Man. Is goed, man. 4 crips. Echt? Ja, toch. Ik ben serieus. Mag het? Ja, man. Gaan we zo'n nanneteetje maken, zo. Ja. Je weet wel, nanneteetje. Ja, tuurlijk. Nanneteetje, zo. En eventjes... Marokkaanse avondeten maken. Oh, lekker, hè. Zo'n couscous. Oh, couscousje, lekker, man. Of marmita. Ken je marmita? Meta, ken ik wel. Dat is geen Arabisch, volgens mij, bro. Oh. Gekke Turks of zo. Amman al-Qudum ken ik wel. Meta. Nee, serieus, dat is Meta, hè? Meta is een vrouwennaam. Meta. Hey, maar ga jij hier naar de kapper? Nee, man, kapsalon. Kapsalon glimlach. Nee? Nee, man, ik heb een eigen kapper gewoon al jaren lang in Aalsmeer, man. Die thuis, komt die thuis bij jou? Nee, ik ga altijd naar hem toe. Zo'n soort. Hoe doe jij dat? Hè? Ik doe gewoon zullen. Scheren. Met scheermes? Ja, scheermesje. Of soms met zo'n tondeuze, gewoon zo'n shaver. Maar hoe pak je hem van achter dan? Gewoon met spiegel achter je? Nee, ik pak gewoon zo. En die was goeie. Nee, ik doe gewoon zo. Ik voel toch wel, ik zit toch? Ik doe toch soms op geen. Je kan het gewoon niet met scheermesje zo gaan doen. Sorry, tuurlijk wel. Van ben... heb je nooit bloed gehad, opgesneden daar? Ja. Ik heb wel zo. Ja, maar een heel klein stukje, man. Zo, hier. Zo, ja, daar heb je wel gek. Zie je? Ja, man. Hier ben ik hier opgeslagen en hier ook. Waar was dat? Even kijken. Nee, hier. Hier, zie je dat? Ja. Deze van een paar jaar geleden had ik ruzie met de Ajax supporter. Hoezo dan? Ja, gewoon in de stad of zo. Dat was zo'n 10 jaar geleden, man. Mm-hmm. Kwam ik binnen zo en ik, hij was portier. Ja. Ik kreeg ruzie in de. Waar? Bij een club? In de discotheek. Ja. Nee, ik kon niet. Eentje achter mij, ik ging met hem staan. Zo, eentje pakte mij hier. En hij sloeg mij met een ring zo. Boep, helemaal nee, open. Serieus? Ja. Of, huh? Is het serieus? Ja, serieus. 10 jaar geleden gebeurd. Ja, 10 jaar geleden gebeurd. Maar man. Nu is het goed. Zo, gewoon, als ik hem zie, zeg ik. Waarom? Hoe is het gebeurd dan? Hoe is het begonnen? Ja, ik was waarschijnlijk. Zeg maar, ik was vervelend. Je begint bij het verhaal van je wordt achter. Ja, ik was vervelend. Je krijgt eentje boem. Ik wil wel niet luisteren of zo. Ik had de pet op of zo. Moest ik af. Moest je af? Ja, maar dus je wou hem niet afdoen en toen kreeg je gelijk. Ik kreeg ruzie. Ik was al dronken. Als je dronken bent, denk je dat je alles aan kan en zo. Ja, ik ben dom, echt dom. Dat je even pakjes gekregen. Ja, ik heb pakjes echt terecht. Maar luister. Maar had je ook uitgedeeld of. Ja, gewoon een paar voor het gevoel. Wel, ja, wel even. Maar ik had wel klappen gehad, man. Ja, wel eerlijk en zielig. Ja, dat moet ik eraan doen. Dus, maar dat is al lang geleden, man. Het maakt me wel knapper, toch? Je ziet het niet, man, om heel eerlijk te zijn, man. Ik zeg tegen die gozer: luister dan, die tatoeage, kijk hier. Kijk. Ja, nu zie ik het wel, man. Ja. Maar je moet echt die licht, zeg maar. Ja, dus ik zeg tegen die gozer van die tattoo: ja. Laat die. Dit open, dus niet tatoeëren hier. Heeft hij wel getatoeëerd? Heeft hij wel getatoeëerd? Ik vond het stoer toen. Dan ga ik zo'n streepje zo, ben ik echt een gangster. Als je zo doet, dan zie je hem wel, man. Ja. Spreek je Hakim nog wel eens? Ja, tuurlijk. Ja, Hakim, tuurlijk. Godverdomme, die moet een rugzak met geld. Dat is niet normaal. Ja. Oh. Ja, maar ja. Maar hij speelt ook niet, man. Dat is, zie je, dat bedoel ik. Hakim, man. Ja, zo'n goede speler. Die trainer, die maakt hem gewoon kapot. Hè. Zo'n goede speler waar iedereen gek van is, ga weg. Ja, man.
Dus ja, is, geluk. Hey, Andy, voetbal is ook geluk, hè. Oh, tuurlijk, zeker. Je moet geluk hebben met trainer en zo. Hij komt met trainer die hem wil en hij speelt alles. Trainer Lampard gaat weg, andere trainer en het wordt opeens een heel ander verhaal. Ja. Dat is fucked up, man. Dat is ook, dus... Dat is echt fucked up, man. Dus dat maakt niet uit. Dat kan ook bij Ajax gebeuren, kan ook. Ten Hag kan ook weggaan na zo'n goed seizoen. Kan die weggaan, komt een andere trainer. Speelde ik eerst alles met Ten Hag. Kan. En dan speel ik opeens niks meer. Omdat trainer mij niet leuk vindt. Zeker, dat kan ook. Dus dat is weer het moeilijke van een voetballer ook, om te kiezen van, hey, kan ik... Nee, voetbal is veel geluk, maar het moet gewoon echt mee zitten. En soms zit het mee, soms zit het gewoon tegen, man. Uiteindelijk ben je geblesseerd. En... Soms zit het mee, soms zit het tegen, man. Ja. Dat weet jij ook al, maar altijd best. Hey, had je die zelf gemaakt, die broek? Nee, man. Wat is dat? Wil je hem ook? Wat is dat, Discord? Nee. Gaat hij naar mijn broek kijken? Wat is dat dan? Is dat bro, weer nieuw? Het is gewoon een jeansbroek, bro. Is dat Amari? Amari? Hij is merkloos. Het is Boraggio. Je kent hem vast wel, Boraggio. Boraggio? Ja. Yeah. Boccaccio ken ik wel. Wat is dat dan? Hoerentent. In Italië. Hier. Hier. In Laren. Ja, Laren. Boccaccio. Is een goede club, moet je kijken wat daar. Ik zweer het, je kan echt lekker een broodje eten. Vers alles, verse broodjes en zo. Boccaccio. Gek, Boraccio. Je kent ze ook allemaal, joh. Maar jij bent niet zo echt van mode, hè? Jawel toch. Nu zie ik er niet goed uit, Andy. Wil je dat tegen mij zeggen? Ik ga echt uitstappen, maar ik ben toch al thuis. Ja, dat zegt hij. Dat ziet er goed uit. Dankjewel, vriend. Wat weer gezellig, man. Echt. Godverdomme, mooi. Ik heb wel een primeurtje, hè? Heb je gehoord? Gewoon, gaat gewoon om een flesje water, toch? Klopt. Die mag er gewoon in blijven, hè? Ja, sowieso. Top, dankjewel. Yes, dames en heren, was Majraoui. Shirtje kan je winnen natuurlijk. Even abonneren, laat een comment achter, is wel belangrijk. Anders maak je geen kans op die op dat shirt. Ja, goede gozer, goede voetballer. Ik hoop dat hij bij gaat tekenen bij Ajax. Dat we nog kunnen genieten lang van hem. Zou wel heel mooi zijn. Bedankt voor het kijken in ieder geval. En tot de volgende keer. Later. En even abonneren. Later! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.